Ik ben er erg van onder indruk. Ik had niet gedacht, ja, je ziet natuurlijk wel zo'n bouwtekening en dan zie je daarop volgend een maquette. En nu zie je het gebouw in het echt. En toen ze begonnen te bouwen dacht ik van, oh jee, dat is allemaal wel wat heftig. Maar nu is het bijna al. Ja, en nou valt het zo mooi in die tuin weg. Wie gaan hier allemaal les krijgen in dit nieuwe gebouw? Ja, in principe dus al onze leerlingen. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn er ongeveer zo'n 150. We hebben een geweldige toestroom van leerlingen gehad dit jaar. Wat kun je over het gebouw vertellen? De dualiteit van het leven vind je hier terug. Hè? De dualiteit van de geschiedenis. De oude geschiedenis. De oude geschiedenis in het kasteel. In het kasteel en de moderne geschiedenis, de toekomst. Historisch bouwen, dat kun je nooit goed doen naast zo'n kasteel. Precies. Dan heb je, nee, dat klopt. Naast zo'n kasteel zou je nooit een wat zou je neer moeten zetten? Ja. Maar het wordt altijd iets anders. Dus ik hou dan wel het liefst van, als je dan toch iets niet daar kan maken, zet er dan iets neer wat totaal tegenstrijdig is. Naar dat lokaal heb je zo'n prachtig blik op het landgoed, op die orangerie uit 1900, op het kasteel uit 18e eeuw. Ja, en dan hebben we dit gebouw uit de 21ste eeuw.